Een investeerder is een persoon, bedrijf, overheid of instelling die investeert in ondernemers of in ideeën van ondernemers. Een investeerder of informal investor kan betrekking hebben op bedrijven, financiële instellingen, overheden of bijvoorbeeld particulieren die willen investeren. Deze bedrijven of particulieren zijn dus bereid om hun eigen vermogen te beleggen in andere bedrijven in de hoop rendement te maken. In het verleden was het zo dat ondernemers meestal alleen terecht kwamen bij investeerders of informal investors wanneer er geen kapitaal verkregen kon worden bij gewone banken. Vandaag de dag zijn er veel verschillende investeerders te vinden die ook gezamenlijk kapitaal kunnen opbrengen. Een bekend voorbeeld hiervan is crowdfunding. Bij crowdfunding kunnen verschillende investeerders kleine of grote bedragen inleggen. Waardoor het benodigde kapitaal tot stand komt door een veelvoud van investeerders. Het beroep investeerder moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er tegenwoordig verschillende investeerders zijn die ook specifiek kunnen investeren binnen bepaalde branches. Investeerders zijn voor veel ondernemers belangrijk om voldoende werkkapitaal te kunnen krijgen, zodat ondernemers hun bedrijf kunnen opstarten en slash of kunnen laten doorgroeien. Hoe een ondernemer precies gebruik wenst te maken van financiering is verder persoonlijk en kan per ondernemer verschillen. Daarnaast kan er sprake zijn van verschillende financieringsbehoeftes, omdat financieringen in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als maatwerk. Als investeerder kan je te maken hebben met aanvullende wet en regelgeving en toezichthouders. Dit is vaak het geval wanneer we spreken van financiële dienstverlening. Investeerders zijn meestal talentvolle ondernemers die precies weten waar welke kansen liggen. Investeerders maken winst door het rendement op eigen vermogen en kunnen ook aandelen terug verwachten voor de investering.